Ook in 2010 waren we met z'n allen weer heel actief bezig. In groepsverband of alleen, binnen of buiten, wij gebruiken onze tijd wel besteed. En met wij bedoelen we dan ook de inwoners van Heukelom. Want begin dit jaar weer de jaarlijkse menwedstrijden werden gehouden. Deelnemers vanuit heel Nederland kwamen naar onze gemeente om te strijden om de bekende bokalen. Bent u ook wel eens op zaterdagochtend bij ons daar zijn? Het was daar ook dit jaar wekelijks een drukte van belang. Een groot aantal jeugdelftallen spelen wekelijks op zaterdag hun wedstrijden. En natuurlijk waren er ook dit jaar weer diverse kampioenen uit de Dacia-jeugd. Bij de start van de derde editie van Moergestel Fietsdorp zette de 8-jarige Max van Kempen een geweldige prestatie neer door 100 kilometer rondjes Guus te fietsen. En natuurlijk fietste ook onze burgemeester enkele rondjes mee met Max en Guus. Alweer Guus? En alweer 10.000 kilometer? Jawel, maar deze keer voor de Echi. Voor de Guinness Book of Records. Al voor de 30ste keer ongeveer organiseert de stichting Wandel Avondvierdaagse het breedst gedragen loopevenement van Moergestel. Kinderen, ouderen, zeg maar iedereen, zelfs honden doen mee aan het Vierdaagse evenement. Niet alleen in 2010, we mogen erop rekenen dat de stichting ook in 2011 weer de Wandel Avondvierdaagse zal organiseren. Natuurlijk waren we veelvuldig in de omgeving van ons dorp te vinden. Want alles wat groeit en bloeit, heeft onze aandacht. Of het nu loopt, kruipt, zwemt of vliegt. Het afgelopen jaar stonden in Moergestel kunst en cultuur weer hoog in het vaandel. Op allerlei gebied werden prestaties geleverd of werd Moergestel vertegenwoordigd. Dat we een cultuurdorp zijn, weet iedereen. Tot in de verste hoeken van Brabant worden de activiteiten van bijvoorbeeld weekendkunst gevolgd. Over de hele wereld worden op dit moment cd's verkocht van het kersthoorspel van Erfgoed Brabant dat, hoe kan het ook anders, in Moergestel is geproduceerd. Precies een jaar geleden kon ik onder het mom van het thema tijd kijken naar een uitgebreide documentaire waarin de link werd gelegd van tijd in de algemene zin van het woord naar de beleving van tijd in ons eigen dorp. Een formule die uniek genoeg bleek te zijn voor een nominatie voor een landelijke prijs. Net na de zomer was er een unieke expositie ingericht over het werk van Pierre Wolles, gerenommeerd kunstenaar in en buiten ons dorp. Daarnaast kennen we in Moergestel veel, zeg maar, verborgen talenten. Kijk bijvoorbeeld naar de bijzondere beelden van Jos van Hulten. Alleen al uniek vanwege de manier waarop ze zijn vervaardigd. De jeugd heeft de toekomst. Ook dat bleek in het afgelopen jaar. Onder de bezielende leiding van de oudere jeugd presteerden de jongsten. En de organisatie van de Jeugdvakantieweek bedoelde met presteren dit jaar piraatjes spelen. En dat in de breedste betekenis van het woord. Zoals altijd vielen de weersomstandigheden eigenlijk best mee. En kan ook deze Jeugdvakantieweek de boeken in als gezelligste week van 2010.
We hadden aandacht voor onze samenleving. Ook in 2010. Hoe moet Moergestel eruit zien, nu en in de toekomst? Voor wat betreft de hoek Kloosterlaan-Kloosterlaan is het voor de meesten ondertussen wel duidelijk hoe het er in de toekomst gaat uitzien. De papieren voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium. En we gaan na de komende jaren zeker iets van merken. De entree van ons dorp ziet er sinds dit jaar weer een stuk groener uit. De letters Moergestel zijn in ere hersteld en daar vlakbij aan de Hippenpad werd een stuk kunst onthuld. Ook kunst is immers bepalend voor het beeld van ons dorp. En als er iets te feesten valt, dan zijn we erbij. En feesten heb je in allerlei soorten en maten. De soort die u net zag was het Blaaskapellenfestival. Daarnaast feesten we in Moergestel 3 maal ter ere van de prinsenverkiezingen. Want we hebben 3 carnavalsverenigingen. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? De uiteindelijke vermelding van het record van Guus, 10.000 kilometer in ruim 22 dagen, was natuurlijk ook reden voor een klein feest. En laten we niet het feest vergeten dat ons Sint-Niklaas-comité jaarlijks organiseert om het de Goedheiligman vooral in Moergestel naar zijn zin te maken.